Het internet verkennen doe je met een browser. Meestal is dat Google, Chrome, Edge, Firefox of Safari. Maar er zijn er meer. In de how-to zie je geregeld andere voorbeelden. Deze keer is het de beurt aan Waterfox. Een browser die is afgeleid van Firefox. Hoe je hiermee kunt werken zie je in een aantal how-to's. Je surft naar waterfox.net. Hier kun je de browser downloaden en dit zijn eventueel de andere mogelijkheden. Ik download Waterfox. En de browser wordt geïnstalleerd. Je moet de voorwaarden accepteren. Ik kies voor de standaardinstallatie. Nadat je de installatiewizard hebt afgesloten, krijg je een venster waarin je gegevens van een andere browser kunt importeren. Maar ik kies ervoor niets over te nemen. Zoals gezegd, Waterfox is afgeleid van Firefox. Aan de vormgeving kun je dit zeker zien. Waterfox wordt geopend met deze pagina. En zo ga je naar de startpagina. Zodra je begint met zoeken, zie je dat de standaard zoekmachine Bing is. Je kunt voor deze opdracht hier een andere kiezen. Je kunt hier ook direct naar de zoekinstellingen. Bovenaan kun je dan de standaard zoekmachine wijzigen. Hier kun je suggesties uitschakelen. Maar je kunt ze ook alleen voor de adresbalk uitschakelen. Daaronder kun je aangeven welke andere zoekmachines er moeten verschijnen in het zoekvak. Als je een vinkje verwijdert, wordt de betreffende zoekmachine tijdelijk uit deze lijst verwijderd en kun je deze eenvoudig terugzetten. Je kunt een geselecteerde zoekmachine ook definitief uit de lijst verwijderen. Nou ja, definitief. Zo kun je de standaardinstellingen namelijk weer herstellen. Je kunt ook andere zoekmachines toevoegen. Op andere instellingen komen we later terug. Standaard wordt Waterfox met deze pagina geopend. Maar, zoals bij elke browser, kun je hier ook een andere startpagina instellen. En dan komen we weer bij de instellingen terecht. Je kiest daarvoor deze knop. De tab General is in beeld. En achter When Waterfox Starts kun je zelf een keuze maken. Bijvoorbeeld de tabs die je de laatste keer hebt gebruikt. Of je stelt zelf een startpagina in. Bijvoorbeeld die van ComputerID. En als we Waterfox nu opnieuw opstarten, zie je deze startpagina in beeld. Tot zover deze eerste how-to over Waterfox. Meer in de volgende.